Welkom bij seizoen 1, aflevering 1 van onze Stuck of Cast Marathon! Woe! Oké, welkom, welkom. En we zullen lekker beginnen, hè. Zeg het maar, Elliot. Rechtsboven hebben wij onze rode zurk M0 en een beetje linksonder hebben wij onze blauwe zurk Barbarians. Oké, zie. Ziet er tof uit. Voor ons eerste spel. Nou, ons eerste spel. Twee overlords blijven lekker hangen bij onze hatchery. Ze gaan niet naar de andere kant, weet je wat? Scouten is niet nodig. Maar wat niet. En we hebben een pool onderweg. Deze overlord. Deze overlord staking. We zijn een staking. Oh, wacht, nee, de staking is gedaan. De vakbond heeft het opgegeven en we vertrekken. We gaan gesplitst. Ja, dus de wegen scheiden hier voor deze overlords. Ja. Oh. Dat was een leuke tijd te samen, hè? Grote liefdes. Nu, voor de zorg, de rode zorgplayer, speler die Mr. Zero, hebben ook een pool en een gas onderweg. We noemen hem Barbara, dit is Barbara. Okay. Geen gas, maar wel een spanningpool. Barbara Dex. Met de overlord, geen gas en een spanningpool, inderdaad. En hier hebben we onze Mr. Zero, Coca Zero. Ik ben geen fan van Coca Zero, meest gewone cola. Oh, tof van mijn vier knopjes. En de overlords gaan elkaar precies kruisen. Of nee, wacht, toch niet. En je gaat een gold hier in het midden van de map. Ja, wist je dat niet? Nee, wist helemaal niet. Dus deze spelers weten niet waar dat ze zitten op dit moment. Het is een grote map, maar ik vind het een vrij irritante map. Het is wel een irritante map, maar de map zelf is op zich best wel anders dan alle andere maps. Ja, het is een speciaal anders. Dit is echt een speciaal map. Zeker met die cool towers hier van voren. Dat is echt zo irritant. Als je, zeker tegen een Taran. Ik heb zo wel wat bloed gezien. Het is vrij moeilijk om dat tegen te houden. Maar voor de rest. Oké, we hebben een Vesping Geyser voor Barbara Drax, maar nog geen drones in de Vesping Geyser. Dus speed zal vrij laat zijn. Waarin voor onze Mr. Zero zijn speed heeft al speed onderweg. Halverwege bijna gedaan is. Bijna halverwege. Ja. Oh nee, we gaan niet voor speed, we gaan voor roodjes. Oh, roodjeworm. Maar ik weet het niet voor roodjes. Hatcheries zijn ongeveer op dezelfde plek klaar voor Barbara en Zero. Ik weet niet. Onze Zero gaat er wel sneller een queen hebben en een jack, dus iets sneller zijn larven. Maar ik denk dat Zero voor een zerglings gaat, en of niet, misschien niet. Veel zuiglings. Wel, voor beide spelers zijn voorlopig drones. Oh, zuiglings onderweg voor veel zuiglings, veel zuiglings. Ja, Barbara heeft ook wel een zuiglings. Maar geen speed. Dus zijn zuiglings zijn op dit moment nutteloos. Nutteloos. Oké, deze twee gaan de queen aanvallen. En speed is gedaan. Ja, ze zien alles, bootjes zien. En hier staan de zuiglings en bye-bye zuiglings. Ding, ja, nee, zorgings voor de rode onderweg, onze Mr. Zero. Economie ziet er goed uit voor Mr. Zero en Barbara loopt een beetje achter. Ik weet dat je dat niet kunt horen, maar die muziek dat in dat was zo super spannend, maar eigenlijk gebeurt er zo bijna niets. Nee, is meestal zo. Wat is dat voor iets? Wat voor een irritant beest dat er hier tussen zo. Zo gelijk hier midden bij de blauwe zuig, bij Barbara Dex. Scantipede. Die loopt hier zo tussen, zo van. Hey, ja, en hij wil ook een zeugling zijn. Ik wil ook. Ja, ze staan naast elkaar. Hey, jongens. Laat hem een zeugling zijn. Hey, jongens. Zet er aan de andere kant ook eentje? Nee, Mr. Zero heeft geen schorpioenbeest. Hoe noemt dat beest? Waar is het naartoe, Ayu? Scantipede. Scantipede is denk ik. Hij moet eens kijken naar die zijn kop. Oh man, dat is echt wel vettig. Dat zou ik niet graag tegen komen zijn de nacht. Maar oké, blijf jij hier maar wat rustig met je teamleven. Hier hebben we drones die niet aan het mijnen zijn, die staan hier wel aan de hatchery. Van jongens, wij gaan opstaken. De vakbonden zijn er ook. Overlords is in het begin en nu drones. Nu de drones mensen zijn, in zijn de volgende. Barbara's Barbara's dorp willen mensen niet graag werken. Ja, inderdaad. In tegenstelling tot Mr. Zero, want hier werken ze maar al te graag. Overlords heen en weer. Oh, trouwens, twee spinecrawlers. Twee spinecrawlers onderweg. Oh, wat zei ik? Vier spinecrawlers voor Mr. Zero onderweg. Is heel misschien een beetje overkill, maar hij heeft de minerals ervoor, dus waarom inderdaad, niet? Inderdaad, veel minerals, man. Ik weet niet, als Barbara wat meer roodjes zou maken, denk ik dat
dat ze gerust naar de andere kant gaan. Ja. Geen gas. De leiders onderweg, maar nog geen Evolution Chambers of upgrades voor beiden. Ik weet niet of twee roodjes het gaan halen, zeker. Misschien. We gaan dan wel weg. Zelfs niet onderweg. Gaan ze de Queen kunnen ze pakken? Niet alleen aanvallen. Niet alleen. Ze pakken de Queen. Ze pakken. Wat? Waar gaat meer zuiglings dan hij? Oh, koebeest in het midden van de map. Koebeest gespot. In het midden van de strijd, een koebeest gespot. Oh, twee roodjes zijn er ook bij. Oké, nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Met de twee roodjes. Wie gaat deze fight weer misschien? Ik denk de rode. Alleen als dan zijn zuiglings gebruikt. Ja, zeker de rode. Zero wint dit met gemaakt. Er zijn niet genoeg units voor. Oh, maar Target fire de roach. En dit is een beetje verwarrend. Hij had eigenlijk veel minder zuiglings kunnen verliezen aangezien dat hij die roach aan het target fire was. Alleen nu is Barbara 8 roaches aan het maken. Nou, nog meer 4. Ja, hij heeft roaches en hij zijn derde. Oké, de drones zijn terug aan het werk. Oké, de vakbond, de staking is gedaan. Dat is toch wel iets. Voor de rest, Zero heeft echt veel zuiglings, hè. Ja, maar ik weet niet, hoeveel zuiglings heb je nodig? Hoeveel zuiglings heb je nodig voor 12? Ik denk dat dit iets te veel roodjes zijn. De hatchery kan hij misschien wel nog krijgen. De roodjes hebben geen speed, hè. Hydra dan onderweg, de hatchery heeft hij. Moet ik reageren met die roodjes. Oh nee, nee, niet die drone aan! Oh! Sukkel, nee, wat doe je? Pak die hatchery! Oh! Oké, nu gaan ze voor. Ik weer damage kunnen doen, alleen nu kan ik al de Queen gaan. En Zero verliest niet al te veel. Goed gespeeld van Barbara, slecht gespeeld van Zero. Niet echt dat Barbara dat eigenlijk iets gedaan heeft, maar alleen eigenlijk. Nee, maar ja, vooruit. Hij had de hatchery kunnen doodoen en met al zijn zuiglings nog kunnen buiten, buiten lopen. En de zuiglings zitten voor de helft van de tijd helemaal niks, dus. Geen Lairtech. Hydra Den is gedaan. Maar ook geen upgrades, geen road speed, geen plas van, niets van upgrades. En geen units. Geen units ook. Niet meer. Maar toch, ik denk dat onze Barbara, ondanks dat ze zij, of hij, dat ze zij, oké, we pakken ze zij. Ondanks dat ze minder drones had in het begin, nu in een veel betere positie zit. We zitten naar een wakkerverschil van 39 tegenover 28. 81 supply tegen 53 supply. 81 voor Barbara en 53 voor Zero. Ik denk dat als Barbara gewoon wat meer units maakt, zou ze gewoon zo naar de andere kant van hem op kunnen gaan. En winnen, nee, want Zero heeft niet meer dan zuiglings. Ja. Het zijn redelijk wat zuiglings, hè. En hij heeft een macro-hatchie en een derde tegelijk. En hij heeft veel mineralen in zijn bank, maar geen gasinkom meer. Had hij voor dubbele Evolution Chamber gaan en waren dit 2-2, allee, 1-1 zuiglings, dit leger zal er direct aan geweest zijn. Het is een overlord toch gaan, dat geen of ander. Oh, Koebeest kwam aan de Xander gaat houden. Koebeest is gespot. Het is een female Ursalak. Female. Hebben we nog van die Koebeesten? Ja, hier hebben we nog een. Ah, hier is het mannetje. Kijk, dit is het mannetje en dat is het vrouwtje. Waar is het vrouwtje? Hier, in het midden van het naast overlord, aan de gold. Aan de rode zijn leger. Wat een mannetje. Ja, waar is het vrouwtje? Het vrouwtje is hier aan de slangentaller. Ze hebben beide 10 leven. Dat is niet eerlijk. Een mannetje zou 15 leven moeten hebben. Wow! Hoeveel poten heeft ze al? 2. Oké, 2 poten. Zijn er nog goede beesten op de map? Het zijn er 4, joh. Want ja, joh. We hebben er 4. Ah, hij heeft niet van. Ja. Ik kan niet tellen. Oh, we hebben Spire onderweg. Ja, Spire onderweg. En 2 macro hatcheries. Oké, zij spendeert haar mineraal. Ja, maar je kan je mineraal ook spenderen door een army te maken. Alleen op dit moment is Zero heel veel zuiglings aan het pompen. Ja, en geen gas nog altijd. Ik denk niet dat Barbara kan dit makkelijk hebben. Makkelijk. Als ze in een goede positie gaat staan. Ja, maar ze verliest haar zuiglings. Dit wordt een beetje. Je moet al je units gebruiken. Nee, wat doe je? Nu gaat veel probe droog. Nee, toch niet. Is dat eigenlijk in een goede positie daar? Oh, wacht. Meer zuiglings. En daar gaan alle zuiglings. Oeh, die gaan rechts naar de derde. Hoeveel drones zijn er? Voor de defender, maar welke schild?
Drie workers. Niet echt veel. En deze worker overleeft ook nog met 7 hitpoints. Maar de supplies spreken voor zich 50 tegenover 109. Op dit moment kan Barbara gewoon naar de andere kant van de map te gaan. Inmiddels, ja, want Zero heeft helemaal niks hier staan. Vier spinecrawlers. Nog altijd geen updates. Oh, wacht. Met dat ik dat zeg, Hydra range en speed. 40 zerglings zijn net eruit gekomen voor Zero. Allemaal gereden voor naar de Watchtower. Maar dat is niet genoeg, dat is zeker niet genoeg. We hebben een Spire, dat wel. Ja, voor de... Well, plus one flyer detectie is onderweg, maar je hebt geen voor Mutas. En hier staan een heleboel drones, niet zo doen. Okay, die hebben ook al een hoop opgegeven op een mooi leven. Die zijn er ook ingestopt. Nog steeds gewoon geen gasinkomen voor M-Zero. Hij wil gewoon geen gas hebben. Hij neemt de cola wel wat te serieus zo. Zero, geen gas, niets. Geen cola, geen licht. Geen licht, niets. Geen gas. Voor onze blauwe zak, ook bijna niet zoveel, alleen niet zoveel gas, hè. Inkom. Nee. Ja, oké, de drones, de staking is voorbij. Behalve voor deze twee, dat zijn nog twee dikzakken die willen niet meedoen. Dat zijn misschien... Gaat die? Oh, wacht, nee, ze hebben... Nee, toch niet. Ze hebben... gaan het drones doen? Oh, die gaan expanden. Blijkbaar. Female Q-based, zeggen ze. Ja, precies. Met twee drones gaat hij expanden. Ik denk, ik veronderstel twee hatcheries. Ben niet zeker. Twee hatcheries? Ja, aangezien dat een twee drones heeft. Of, misschien gaan ze hier hun staking verder zetten. Ik vind het creepspread van onze Barbara echt super. Ja, het is wel gans tot het midden van de map. En ze heeft hier ook nog een basis. Deze had ik niet gezien op de linkerkant. Oh shit, ja, die heb ik ook niet gezien. De linkerkant heeft ze inderdaad nog een basis. Ja. Twee Hydralisks staan daar te wachten. Ja, bescherming. En hier is nog altijd twee vakbondsdrones die niets doen. Die hebben geen zin om te werken. Inderdaad. Ze hebben al hun mineralen en hun gas bij. Zowel. Maar waarom? Waarom zullen ze werken? Oh, onze M-Zero is gestopt met enkel mineraalmijnen en de Spire is onderweg, zijn leider is gedaan. Dus ik denk dat we straks Mutas gaan zien. Maar op dit moment heeft Barbara zo'n grote army. Ik denk, waarom ga je niet gewoon, joh? Ja, maar nog altijd vijfde expansion komt eraan. Alleen goed gezien van Zero. Heeft niet gecanceld. Nee, die gaat hij hier van boven controleren. Maar het leger, man. Dit is Barbara Dexar game. Ik denk niet dat ze het nog gaat halen. Hij gaat misschien met zijn zorglicht nog naar buiten kunnen. Of hij gaat ze allemaal een groot deel verliezen. We hebben een run-by. Nee, toch niet. We gaan naar de andere kant van de map. Of toch wel. Nee, Q-based. Female Earth Seduct staat daar. Ja. Ik weet niet wat ik nu nog kan doen. Waarom ziet Barbara niet in dat ze gewoon kan gaan? Ik denk dat ze... Maar kijk naar die bank. What the fuck? Dit heb jij gezien. 6000 mineralen voor Als Barbara daar gewoon 30 mutas maakt en gewoon de hele tijd de basis er blijft herrijzen, dan moet ze uiteindelijk toch gaan. 35 drones op één basis. 12 mutas onderweg. 12 mutas voor de M-Zero. 12 alleen, ja, je hebt wel heel veel Hydralisks waar je tegen moet gaan, joh. 29 Hydralisks. Geen... En Double Evil Chamber komt er aan voor Barbara. Waarom? Maar die had al een Evolution Chamber. En nog altijd nog een Spire. Nog een extra Spire voor Barbara. Oké, nog een extra Spire. Maar als je kijkt, geen anti-air in al zijn basissen, hè. Niets van defense. Dit wordt heel lastig voor Barbara. Ze moet de hele tijd rond gaan lopen met haar army. En uiteindelijk zou ze het niet meer volhouden. Tenzij dat ze nu beslist dat ze gaat. Nog meer zorgings. Hij komt ook aan. Ja, geen upgrades voor beiden. Buiten Barbara Dex. Jullie attack ook. Plus 2 flyer attack. Maar ze heeft geen mutas. Melee attack komt eraan. Melee attack, ja, inderdaad. Een beetje een rare upgrade voor als je zoveel roodje en hydras hebt. En wat zijn dan mutas hier aan het doen in het midden van de wapen? Die staan hier zo een respect te voelen of ding of ander? Ik weet het niet. Misschien wel flatgebouwen kijken. We hebben een pauze. Ja, ik denk het ook. Maar de vakbond is er veel bij vandaag. Ik zou niet doen. Ja, nog steeds staan de drones hier. Nog steeds sterk in hun staking.
Kom op, Barbara, zie het nou in. Ja, jouw tegenstander heeft helemaal niks. Je kan goed gaan. Deze iemand, iemand moet naar Barbara Dex wel. Iemand moet naar Barbara Dex wel. Oh, wacht, we hebben een beweging. Oké, ze is al halverwege nog, hè. Maar nee, toch niet. Het goed is. Ja. Ze zetten de stap. Een Hydra in de overlord. Twee koebeesten zitten al dicht bij elkaar. Oké, de koebeesten schrikken haar af. Ze kan niet voorbij de koebeesten lopen. Maar deze dappere Hydra wel. En die gaat die overlord nog dood ook. En nu reageren de links nog veel te laat. Nee, de links kunnen ook niet voorbij het koebeest. Het koebeest... Mayamas. Oh, creep toen we gesniped. We kijken waar dat creep al is. Tot aan de helft van de map. Over de helft al. En meer mutalisken. We zitten hier op 22 mutalisken. Oh, daar komen de mutalisken. Ja, en nu is heel de oude. Oh, nee. Oké. Okay. Of nee, wat? Nee, wacht. Hè. Nee, oké, we stoppen hem. Wow, veel upgrades voor onze Barbara Dex. Eindelijk heeft ze gezien dat upgrades. Dat we dat ook kunnen maken. En de Greater Spire. We gaan straks misschien broodlood zien. Ultralisk, we gaan voor elke tech, Barbara gaat voor elke tech. Alles wat je kan maken. Alleen units maken ze niet, ze zitten gelijk in supply. Barbara stond zo ver voor, alleen... En nu komen de mutas, en we gaan voor de Vesping Garden, want ja... Oh wacht, nu doen we een drones. Alle drones gaan dood, Queen, vol energie, gaat dood. Daar gaat Barbara het extra leer en ze weet niet welke kant ze op moet. Heel het leger moet terugkomen. En de mutas kunnen dan gewoon weer weggaan. Als ze weggaan, hè. Nee, ze gaan voor de queen en ze vallen naar Hydra's aan. Nee! Dat is niet wat je moet doen! Zero! Je verliest de mutas! Units lost! Oh my god! Wacht. Nog meer mutas gaan eraan. Maar ze vinden wel nogal wat overlord. Ze zijn nog 9 mutas van de 22. Oh my god, al die mutas zijn eraan. Nou, dat is niet wat je moet doen. 7 ultralisks komen eraan! 7 ultralisken voor Barbara Dex. Oh, en Zero heeft enkel zuiglings. En die hebben 0 van upgrades. Heeft enkel zuiglings thuis. Alle overlords gaan dood. Allemaal. Zo harde supply block komt eraan. Oh nee, jawel. Daar is de eerste. Dat is de supply block. Ziet er niet mooi uit. Maar dan nog, dat is nog altijd geen antwoord op dit leger. Hè. Tenzij dat Zero tijd kan winnen en naar hier kan houden op de rand. Zie ik niet anders. Oh, mooi defense van haar. Van Barbara. En daar gaan nog meer mutas. Als Zero al deze mutas verliest, dan is het game over, want dan steekt ze de map over. En ik denk dat gaat gebeuren, dat is het rustige einde van de mutas. En eentje over. Ja, 1 muta. Kun je niks mee. Mutas. Barbara of moet nee, niet gaan! Oké, de laatste muta. Barbara weet dat ze moet gaan, met 7 ultralisks. Een army. Ze heeft wel een ultralisk. Van alleen zerglings gaat het niet houden tegen dit grote army. Maar gaat ze voorbij het koebeest geraken? Het koebeest heeft vandaag haar al de hele dag over de helft van de map gehouden. Gaat ze hier voorbij geraken? We weten het niet. Ultralisk staat naast de female Ursarok. Oké, die... Oh, die is hier toch niet aan het bedriegen, hè? Die zijn hier toch niet aan het paren, hè? Is dit National Geographic? Of is dit Discovery Channel? Oh ja, ja, ze zijn aan het paren. Ja. Of nee, oké, ze heeft er genoeg van. Gaat Barbara. Oh ja, we hebben het eindelijk ingezien. Gaat Barbara, ga! En hier zien we de helft van het leger is aan het aanvallen, de Ultralisken staan stuk. De helft van het leger doet niks. De Ultralisken staan stuk en daar gaat het ganse leger. Allee, we kunnen niet echt een leger noemen. Ja. En zoals Mr. Zero zegt, I melt. Inderdaad, alles, hij is gesmolten. Het hele leger is gewoon weggesmolten. En hier is absoluut niets meer. We hebben 6700 mineralen in de bank. En 700 gas. GG, tasteless! En we hebben een GG. Wow, was mooi. Was een mooi spel. Een beetje raar. Onze Barbara heeft hier nog in het midden van de map een overlord party gebracht. Dat is de after party van Barbara Dex. Een zeer leuk spel. De drones rechts zijn ook gestopt. Welke drones? Staken de drones rechtsonder. Ze hebben een hatchery gepakt. Ja, inderdaad, die staking is voorbij. Veel stakingen in dit spel. De map was moeilijk oversteken, maar ja, daar steken we de schuld aan de koebeesten. Ik ben blij dat ze het allebei overleefd hebben. Misschien zien we ze de volgende keer op deze map nog eens terug. En wel een mooi eerste spel hè, voor onze eerste castmarathon. Van onze castmarathon. Ja, ja, dat Oké, nu heb ik het verpest. Zeg, allemaal, bedankt voor het kijken. Ja, jullie bedankt. En we zien jullie de volgende keer. We zien jullie de volgende keer.